Dus ik ben dat gaan bespreken met mijn apotheker hier in het pand. En we hebben dus een soort protocol gemaakt. En dat bestaat uit 4 dagen hydroxychloroquine, 3 dagen azithromycine en 4 dagen zinkorotaat. Moeilijk woord, maar in ieder geval zink. En dat blijkt dus zeg maar effectief. Ik heb nu 8 mensen behandeld en ze zijn allemaal genezen. En het zijn mensen, het zijn 5 mannen, 3 vrouwen. Er zijn 60-plussers en 80-plussers en ook met verschillende zeg maar, ziektebeelden. En ze hebben dus zeg maar, eentje had diarree, eentje had maagpijn, maar voor de rest zeg maar, was alles, hebben ze geen bijwerkingen ervaren. En na 4 dagen waren ze allemaal klachtenvrij. Dus ik denk dat dit een veilige en goede behandeling is voor mensen met corona, die dus zeg maar, ja... Waarvan je twijfelt, moet ik die nou insturen of niet? He, natuurlijk zijn er mensen die voelen wat en die hebben 1 dag koorts en die zijn weer beter. Maar er zijn ook mensen die hebben een week last. En als ze maar gewoon positief zijn. He, we hebben een soort protocolletje, ze moeten positief zijn. En snelle ademhaling, snelle hartslag, koorts, afwijkingen op de longen, moeheid, he, dus klachten. Nou, als ze daaraan voldoen, dan doen wij die therapie. Wordt het bezorgd door de apotheek. En dan, ja, tot nu toe, hè, het zijn er nog maar 8 geweest, maar ze zijn wel allemaal genezen. Het zijn 27 pilletjes die verspreid over 3 dagen moeten worden ingenomen. De behandelde personen die meededen aan het experiment zijn nu genezen. Medicijn is oud, hoor. Het bestaat al sinds 1955. Het is ooit ontwikkeld voor malaria. Nou, dat zie je natuurlijk hier niet. Maar ik heb in Afrika gewerkt, dus ik heb veel met malaria medicijnen gewerkt. En dus ik ben niet bang om dat te geven. Hè? Het wordt in Nederland vaak gebruikt bij reuma patiënten. Of mensen met andere auto-immuunziektes. Dus het ligt gewoon in de la van elke apotheek in Nederland. Hè?